Hoi allemaal, leuk jullie te zien. Ik heb een paar dingetjes om te zeggen. Nou, wat ik aan het doen ben. Wacht even hoor, ik leg het even achter jullie neer. Zo. In ieder geval zeggen, ik ben met een aantal dingetjes een beetje weer aan het oppakken. Een beetje aan het relaxen. Wat ik wel eens doe, is gewoon lekker lezen. Dit boek ben ik aan het lezen. Ik ben nog niet zo ver, zoals jullie dat zien. Maar bijna op de helft. Ik vind dit een heel leuk boek. Als je wil weten waar het over gaat, kijk even op mijn Instagram. Want daar heb ik het een klein beetje uitgelegd. Niet helemaal, want ik wil ook helemaal niks verklappen. Ik wil wel verklappen. Het is heel erg fantasierijk. En het is een aanrader. En ik geef het er zeker meer dan, ja, 5 sterren. Laten we het zo zeggen. Dus die. Moet ik er even. Dat gaat niet. Gooi ik hem even op de grond. Wat ik er pas heb gedaan, is deze afgemaakt. Dit is een diamond painting. Vind ik ook heerlijk om te doen. Ik heb er nog een aantal om te doen. Ik geloof 16 of zo. Dus ik heb nog wat te doen. Dit vind ik ook nog wel leuk. Lekker relaxed. Gewoon luisteren naar een muziekje of een filmpje. En dan gewoon lekker kleuren. Dus ja. Ik heb nog wat dingetjes dat ik kan zeggen van joh. Ik wissel nog wel eens af. En filmpje wat ik dan ga zitten kijken meestal. Hadden jullie kunnen raden, Charmed. Dat is echt een van mijn favorite series om te kijken. Dus ja, ik weet het, was op tv en nu niet meer. En daar baal ik best wel van. Dus ik zou in ieder geval zeggen, doe een duimpje omhoog. Oh, en laat onder wat voor jullie voor fantasyboeken lezen. Want ik ben gek op Suzanne Smith, Hex, Charles Dickens, echt fantasyboeken. Ja, ik heb ook nog eens een aantal fantasy kinderboeken. Het interesseert mij gewoon niks. Want alles wat lekker te lezen is, is lekker te lezen. Ik heb pas al mijn boeken naar beneden gegooid. Nou, niet pas, maar lang geleden. Maar ik zit te denken om een, niet daar, maar achter, waar de camera nu in staat, een andere kast te nemen en daar zeg maar lekker mijn boek in te richten en stationnetjes te maken om leuk te doen. Dus ik zou zeggen, maar ik moet heel even wachten, want er gaan nog andere dingen gebeuren. Volgens de flatbeheerder, ik weet het niet. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte. Bye!